De emoties zijn in een week tijd hoog opgelopen in de wijk. Voor de Marokkaanse moskee en de maatschappelijke organisatie Samensteden reden genoeg om duidelijk te maken dat de branden en de vernielingen moeten stoppen. Het is niet zo dat wij allemaal hetzelfde zijn. Dat er dus jongeren ook, ja, als je zit binnen de moskee, dat er genoeg jongeren zijn die eigenlijk heel anders zijn. En dat willen we dus eigenlijk nuanceren. Zo zie ik dat. Afgelopen week gingen meer dan 10 auto's in vlammen op. De mensen zijn dit zat. Dat kan absoluut niet zo doorgaan. Dit moet nu stoppen, want dit schaadt ons allemaal. Ja, en daarom ben ik ook hier. Ik wil die mensen steunen die er ook allemaal last van hebben. Ook anti-islambeweging Pegida liep vandaag mee. Maar naar eigen zeggen niet als tegendemonstratie. We hebben netjes met die andere mensen staan praten. Ik geloof niet dat wij hier opvallen, dat we hier geweld of weet ik wat. We hebben maar één punt, samen tegen het geweld vandaag. En de rest komt morgen weer. De stoet eindigde bij winkelcentrum Lindehorst, waar de problemen eerder begonnen. Burgemeester Van der Knaap was blij met de grote opkomst vanuit verschillende groeperingen. Dat is ook een teken dat we het hier met elkaar moeten doen. Fijn dat jullie hier allemaal met zulke grote getalen zijn gekomen. Dank jullie wel.